Okay, boys, hier gaan we. Thanks, Rob. Yo, merstikis, Amaranta. Het duurt nu zo lang. B2, 13, laps. Okay, Stefan, are you ready? Watch for the lights. On your left. Good start, keep it up. Nummer 3 is gespind. Ja, als je de muur zo raakt, is aan een nul. On your right. Still there. Still there. Hold your line. Right side's clear. Ik dacht dat hij ging back-offen, niet dus. Maar is goed, nu is het man tegen man. Ik lig 3 seconden achter. Hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Just done it. 156.00.
Peter, Lewis in front is now 3.6 seconds. Voorlopig gaat het nog goed, stond wel dat één foutje daar in die hairpin, maar... die hairpin in de chicane. Ik mis wel een beetje snelheid, precies. There's an incident in Wall of Champions. P1 boys, P1. You're now in the lead. That was a 157.17. Ja, maar ik mag zelf ook geen fouten maken, hè. Gomez is gaining on you. The gap's now 1.9 seconds. Ja, sowieso. Focus op mijn eigen. Misschien dat in de laatste ronde misschien de spanning er wel een beetje bij komt, want dit gaat dan... Dit is mogelijk dan mijn eerste overwinning. Maar ik ga proberen gewoon rustig te blijven. Ja, sowieso. Als ik op laatste genoeg voorsprong heb, dan ga ik sowieso niks risico's meer nemen. Maar zover zijn we nog niet. Ja, sowieso, Rob.
Deze auto bevalt me wel eigenlijk. De Skippy. Ik hoop alleen dat we geen problemen hebben met gedubbelde. Ik hoop maar dat hij niet in de Wall of Champions knalt voor mij. Thanks, maat. Het gaat lekker jongens momenteel. Ja, welke was dat eigenlijk? Was dat Lewis? Of wie was dat? Ja, die heeft de snelste ronde in ieder geval. Die heeft de snelste ronde, Lewis. Die heeft een 55er. Maar die is waarschijnlijk nog aan het pushen voor proberen terug te komen. Terwijl ik eigenlijk niet... Ik rij wel snel, maar geen overbodige risico's neem eigenlijk. Ik lig 5 seconden voor.
inderdaad. Maar laat die Lewis maar doen. Die moet meer dan een seconde per ronde goed maken, dan zie ik hem niet doen. Of ik moet echt een grove fout maken. Dat ben ik eerlijk gezegd niet van plan. En Lewis moet nog eerst die P2 ook nog voorbij, hè? Dus. Wie kan dat allemaal zeggen? Aan het strijden met Lewis voor P1. Nou ja, voor de win. Als ik deze race win, dan weet ik al een titel voor dinges. Voor op YouTube. I beat Lewis. In iRacing. Hey, split second. Ja, het gaat op zich wel goed vandaag. Wel een paar stomme dingen meegemaakt en zo, maar ja, puur racen. We're quickest at the moment. That lap time was 156.34. Split second komt erbij en het is meteen een goede race. Ja jongens, je had maar moeten gokken dat ik hier misschien ging winnen, hè? Misschien, hè? Het is nog niet, zeker niet, nog lang niet binnen. Ik rij ook verder weg van Lewis trouwens, jongens. Dus per second, dit ga je nog meemaken. Dan mijn eerste potentiële overwinning. In iRacing. En dit is mijn vierde week dat ik aan het rijden ben. Van vandaag? Ja, om 7 uur begonnen weer. De captain, Gomez, behind is now 6.5. Push, 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 or we'll lose this place. Wow, push, push, ik wou niet. Ik wou eigenlijk niet daar in het gras zitten eigenlijk, dan maakt het zoals sloom ging. Ik had eerlijk gezegd schrik van die andere. Ja, heeft hij maar afgereden? Ik hoorde wel dat hij gecrashed was, maar. Hupsen. Die dude die achter mij zat is daar de muur in geknald. Ja, inderdaad. Ook de muur in.
Russian Nicholas Chan voor mij. Raak dan in de muur of gewoon die curbstones? Sowieso split second. Ja, die zijn wel slippery die curbs, dus het kan wel zijn dat die gewoon een beetje wegschoof van achter. Alsjeblieft, kerel, ga niet in de Wall of Champions. Ik ging hier ook expres trager, moest hij nog foutje maken dat ik niet helemaal. Gefuckt ben. Come on, Stefan. Two laps left. You're P1. That was 156, went 73. There's an incident in turn 6. It looks like Anderson. The gap to Lewis behind is now 10 seconds. Zou ik geen vriendje van Lewis zijn, zeker hiervoor? Oké, dan blijft op de baan, gast. Heertje! Yes, voor de win. Ik heb 11 seconden voor, boys. Come on, Stefan. One more lap. Keep it together. We'll win this. The track temperature is falling. It's now 37 Celsius. Ik ga niet te dicht bij deze knakker rijden, want ik heb toch tijd nog open. Bij deze knakkert. Ja, sowieso. Ik rem overal extra en laat me door. Thanks, boy. Wel een seconde verloren achter hem, maar dat maakt totaal niet uit.
Final lap. We are almost there, boys. We are almost there. Nul risico nog. Woo, boys! Well done, mate. You made them all look silly today. Woo! First win. Thanks, boys. Hell yeah! Woo!